de zorg en met name de toeristen nog in diepe rust verzonken. Buitengebruiksteende fabriek. In elk geval zijn de bomberos niet aan de voorkant herkenbaar. Het moderne deel, centrum van Algezur, is nu niet bepaald echt de moeite waard, behalve dan het uitgaanscentrum bij de kerk, was aardig. Het oude, tegen de heuvel gelegen stadsdeel is in dat opzicht een stuk aantrekkelijker met zijn oude kleine huisjes en bovenop het slot. Een ommetje in de ochtend. Kijken of we het slot nog halen. Dit is dus de oude stad. De windmolens van de Algarve. Het is een beetje onduidelijk of dit uit de Moorse tijd is, want er wordt ook gezegd dat een eeuw later de Berbers het gemaakt hebben. Die hebben er van 1100 tot 1300, 1400 zo'n beetje gezeten, tot de definitieve Reconquista. Vanochtend, zonder bagage, ging dit toch wat vlotter omhoog. Museo Municipal, linksaf, langs de kerk. En Arifana, nog steeds 12 kilometer. Nee, de kerk lijkt wel dicht. Ja. Thank you.
wij verlaten Al-Jazur. Dus asfalt wordt stenen en een beetje zand. Moeten we wel rechtdoor? Ja, oké, dan gaan wij omhoog. We komen dadelijk overigens in een gebied wat weer helemaal bezaaid is met eucalyptusbomen. En die zuigen al het water uit de grond, waardoor dus de overige begroeiing, andere bomen, maar ook begroeiing op de grond, zo goed als afsterft. Dus de eucalyptus is een soort roofboom eigenlijk. Eucalyptussen beginnen langzaamaan her en der de kop op te steken. Vers geasfalteerd. Het stinkt nog. Tot nu toe valt het eigenlijk best mee met die hoeveelheid eucalyptusbossen. Een paar kleine bosjes tot nu toe. We zitten toch op kilometer of 5 van Arifana nu. Om 12 uur 57. Nou, 12:58. Na een beperkt aantal eucalyptusbossen komen we nu op een stuk dicht bij zee, waarvan de beschrijving ook aangaf dat het kaal was. Bijna geen begroeiing. Nou, dat klopt aardig. Voor Arifana dreigt de grote weg. En zo lopen wij Arifana binnen. Praia de Arifana. Het is rustig seizoen, maar vergeleken bij wat we gewend zijn, druk. Allemaal campers en surfers. Praia de Arifana, zo'n beetje het duurste hotel op de route, gelegen naast de jeugdherberg, eigenlijk is daar een onderdeel van, €69, wat een geld, en wat krijgen we daar voor terug?